Dag allemaal, welkom bij Wisselen met Eschinea. Ik ben Miranda en vandaag gaan we gezellige en vrolijke vaasjes maken. De zomer is namelijk aangebroken, dus ik dacht van we maken er een heerlijke zomerse tafereel van. Wat hebben we nodig? Verschillende soorten maten vaasjes die je thuis hebt, maar kan vinden, groot of klein. Nou, niet al te groot, want we maken ze met ballonnen. Heb je dat nou niet? Dan kan het ook gewoon met een blikje of met een flesje die je gewoon kort afknipt. Of met een potje groente. Kijk maar wat je in huis hebt. Je hebt ervoor nodig een ballon. Ik ga eens even kijken wat voor kleur ik nog niet heb. Dus ik pak gewoon willekeurig deze kleur. Die heb ik nog niet, zilveren. Pak je gewoon de ballon. Je knipt hier een stukje vanaf. Dan pak je een potje. Nou, gaan we gewoon eens even kijken welk potje heb ik nog niet. Deze. Doe je gewoon zo over het potje heen. Het tuutje vouwen we even naar binnen. Dan hebben we bloemen nodig die je hebt staan. Ik heb hier een vaas staan. Maar je kan ook gewoon, als je droogbloemen hebt, ook droogbloemen erin doen. Ik pak even wat voor kleur. Nou, die hadden we ook niet. Pak ik even deze. Die doe ik hierin. En dan heb je een hartstikke leuk gekleurd vaasje. Nou, we hebben verschillende kleuren ballonnen. Ik zou zeggen, doe allemaal verschillend. Dus heel vrolijk. Of je zegt van, nou, ik hou van één kleur. Hou je het allemaal op één kleur. Wat jou het mooist lijkt. Ik wens je er heel veel plezier mee. Oh, nog één dingetje. Ik had hem erbij gezet. Bloemetjes moeten wel water hebben. Dus je vult hem later eventjes met een beetje water erbij. En dan gaan ze hartstikke lang mee. Heel veel plezier.